Eerste mededeling. De heer Klopman moet onmiddellijk hier achterkomen. Ik weet niet wie de heer Klopman is, maar de heer Klopman moet onmiddellijk hier achterkomen. Dus als jullie de heer Klopman zien, zeg dan even dat hij onmiddellijk hier naartoe moet komen. Goed. Hij gaat iets stiller in de zaal. Ik bedoel, geef me daar een hoop lawaai over me. Goed, dat zeggen die leraar ook altijd. We krijgen een hoop lawaai over me. Het volgende gedicht is als reactie op dat tegenwoordig kerken. Die hebben ook allemaal van die teksten, van dat reclame aan de dingen. Zo van, kom en zie, gij zijt niet alleen. Nou, daar is dit gedicht dus op gebaseerd. De plant. Ja, dat is goed dat je het zegt. Was voor de variatie, hebben we die even weggelaten. Ja? Goed. Plots valt een licht mijn kamer binnen. Onverwachts en niet gepland. Net nu we met de daad wilden beginnen en aan elkaar waren gewend. Romantiek verdreven, zonde uitgesteld. Postbus 51, dus geen geweld. Ik loop naar het raam. Wie heeft dit aangericht? God roept ook u, schreeuwt het neonlicht. Kwijt. Hallo. Ja, Klokman is gevonden. Hoe is het mogelijk? Ik ken hem niet, hij schijnt de economie te geven. Hij schijnt ook vrij nieuw te zijn hier. Kent de weg misschien nog niet helemaal in deze school. Ja, we zijn opgebeld door Carrie Tefsen en ze wil graag meedoen. En wij zijn van, nee. Je zit niet eens bij de AVRO, dus nee. Je doet niet mee. Maar helemaal geen probleem mee hoor. Maar ja, je weet hoe dat gaat, onze manager, Gijs O'Ne. Die heeft het dan allemaal weer geregeld. En wij konden op laatst ook geen nee meer zeggen. Dus ja, Carrie Tefsen en de hele groep die daarbij hoort, staan vanavond op het podium. We hadden een grap over haar haar gemaakt, maar dat bleek achteraf echt te zijn. Dus bij deze maken we daar geen grap over. Ik wens jullie, zijn we er klaar voor achter? Ik wens jullie veel plezier bij Op Goed Geluk! Ja, ook vanavond kan u avond niet meer een stuk. Ook met die live bij Op Goed Geluk. En ook vanavond is er weer Lily Hostess, Uratse de Branding, Little Red Riding Hood, Carrie Tefsen! Carrie Tefsen! Goedenavond, dames en heren in de zaal. Van harte welkom bij opnieuw een aflevering van Op Goed Geluk. We hebben vanavond drie fantastische kandidaten en natuurlijk een mannelijke hoofdpersoon. Maar we gaan beginnen met ons wekelijks terugkerende koppel, Gerrit Gebakje en Drika Dipsaus. Lul. Hoe was het? Ik vond er niks aan. Oké, we gaan verder met wat jullie over elkaar gezegd hebben. Leuke meid hoor, maar die beugel hè. Hij had een tanga slipje aan. Leuke meid hoor, maar die sport bij jou was een probleempje. Hij kon het haakje niet loskrijgen, zeker de eerste keer of zo. Geef niet, jongen. Fijn, dankjewel. Leuke meid hoor, maar echt een badpak net in Dallas. Heb je die dondjes op zijn bovenlip gezien, man? Hij moet nog een beetje droog achter de oren worden. Doe maar. Ik zei dus al leuke meid, dus ik was op alles voorbereid, maar... Durex was niet goed genoeg. Ze wou iets met passievruchten smaken of zo. Dat vind ik lekker! Klootom. Ja, die twee die komen er wel. De vakantiefoto's misschien?
van hem zijn geen leuke foto's te maken. Sorry. Kan ik me voorstellen, kan ik me voorstellen. Heb je foto's over Drika? Ja, het lijkt er wel een beetje op, maar... Het is wel een beetje ingeknipt, hoor. Oké. Wat wij natuurlijk allemaal ontzettend graag willen weten, is, gaan deze twee met elkaar verder? Als ik ja zeg, wordt er gedrukt. Er wordt gedrukt. Ja? 1, 2, ja! Jeno, die ringen zijn geld waard. Wat moet ik nou met zo'n klein jongetje als... Ja, jongen, ga in een zandbak spelen, jongens, lul. Jongens. Kleren wij even. Rot op, man. Rot op. Jongens. Nee, nou, maar voor pot Godverdomme. Kan gebeuren, kan gebeuren, kan gebeuren. We gaan gauw verder met onze drie kandidaten van vanavond. Twan, mag ik het horen? Ja, ja, kandidaat nummer 1. Kom maar naar beneden en sla je slag. Betty Boutengel. Betty is 21 en jong. Ze is geboren in de Belmen en wat heet voor een stevige wit. Kandidaat nummer 2, kom maar naar beneden en sla je slag. Wilhelmina Wiet. Wilhelmina is 20 jaar. Ze is gereïncarneerd uit een Brabantse paddenstoel en heeft haar eigen bakwiet. Haha, ja, ja, ja. En tenslotte kandidaat nummer 3, slof maar naar beneden, Klaasien Oetsenbappe. Klaasien is echt 64 jaar oud, heeft haar eigen doctoraat in de kruiden, ja ja. En al uw kwaaltjes verdwijnen als sneeuw voor de zon, met Klaasien zijn kruidengazon. Zo, geweldige opkomst, geweldige opkomst. Vraagje, wat is je hobby? Nou, naaien. Volgende kandidaat. Vraag je, wat doe je zoal? Ik hang zo lekker rond in koffieshops, weet je wel. Ja, 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 en wat houdt het in? Nou, en ik werk ook bij een plantage, weet je wel. Groene vingers. Ja. Ja, ja, volgende kandidaat. Klaasien Oetsenbappe. Hoe zit het met je nieuwe make-uplijn? Nou, ik heb een hele nieuwe make-uplijn van puur natuur, allemaal natuurlijke planten. Nieuwe modekleurtjes zijn rood en groen. Dus... deze zomer alleen maar rode en groene kleren dragen. Ja, ja, ja. Kandidaten zijn voorgesteld. Nou ontbreekt nog één persoon. Onze mannelijke hoofdpersoon van vanavond, meneer Klokman. Ben je zenuwachtig? Ja, een klein beetje. Weet je wat je te wachten staat misschien? Nou, eigenlijk niet. Ze hebben me opgegeven voor een nieuwe vriendin. Weet je vrouw hiervan? Ze zou het kunnen aanvoelen, ja. We gaan verder. We beginnen met de eerste vraag. Deze mag je oplezen en die wordt gesteld aan kandidaat nummer 1, Betty. De eerste vraag. Met welk beest op aarde zou jij je vergelijken? En waarom? Ik met een tijger, lekker bespringen en zo. Kandidaat nummer 2? Ik zou me vergelijken met zo'n schildpad. Weet je wel, zo'n lekker, zo'n loonbeest. Ja. En kandidaat nummer 3? Nou, ik ben een type van een rups. Rustig en oerdegelijk. Heb je al een enig idee? Ja, wel heel moeilijk. Is wel heel moeilijk, hè? Maar we hebben gelukkig nog een tweede vraag. Alsjeblieft. En welke kandidaten zou je die willen stellen? Nummer 3. Kandidaten nummer 3. Wat zou je aandoen als je met mij de nacht zou doorbrengen? Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is natuurlijk mijn lange onderbroek en mijn haarnetje. Beloofd wat? Beloofd wat? Welke kandidaten nu? Nummer 1. Betty. Nee, ik doe niet meer. Oh, nou, kandidaten nummer 2 dan maar. Ze is even wat vergeten, sorry. Ja.
kandidaat nummer 3 is overgebleven. Dus, de keus was eigenlijk uit 3 kandidaten, maar om het toch een beetje leuk te houden, zullen we maar eerst eens naar de stem van Twan gaan luisteren. Kiest hij voor kandidaat nummer 1. Hij is zichzelf begeleid met een tijger en hij vraagt dit laat zien. Of kiest hij kandidaat nummer 2. Dit doet met een bedslipper en al het zo relaxed is. Of kiest hij toch voor onze derde charmante kandidaat en tevens laatste kandidaat is zichzelf begeleid met een rups. En hoe degelijk is de keuze aan Pietje Klokman. Nou, de vraag van vanavond. Wie wordt er gekozen? Nou, eigenlijk na de eerste vraag wist ik het al een klein beetje dat het nummer 3 zou worden. En dat schijnt ook behoorlijk goed te zijn. Fantastisch, fantastisch. Als je dan hier wil gaan staan. Blijf staan, blijf staan. Ik zal even kandidaat nummer 3. Wat verwacht je? Hoe zal die eruit zien? Nou, ik hoor wel van donker, dus ik hoop dat hij zwart haar heeft met krulletjes en een beetje klein. En niet zo dun, weet je wel, daar hou ik ook niet zo veel van. Beetje gespierd. Ja, toch wel. Okay. En wat verwacht je hoe zij eruit zal zien? Ja, ik denk eigenlijk een half lang. Lang haar, beetje traditioneel gekleed. Ja, dat is niet zo moeilijk te raaien. Nee, rokje, bloesje. Rokje, bloesje. We zullen zien, we zullen zien. Als ik zeg op goed geluk, kunnen jullie een stap naar voren doen. Okay. Op goed geluk. Hoe degelijk Hollandse jongen. Fantastisch, fantastisch. Mag ik er even tussen? Prachtig, mijn jongen, Carrie. Mag ik er even tussen? Je hebt een beetje lippenstift. Of zal ik het laten zitten? Maar jullie gaan natuurlijk ook op reis en waar gaan ze naartoe? Voor een spannende, explosieve tweesprongs lang weekendvakantie gaan onze winnende kandidaat naar Zagreb, Joegoslavia. In een 4-ster hotel gelegen 50 meter. En natuurlijk hebben we ook een faciliteiten voor onze kandidaat. We hebben bedankt voor onder andere een lozenmiddel receptie, boutique, souvenir, wisseltendorm en een medewerker op zondag en een zoekmaak. Dames en heren, dit was het voor vanavond. Tot volgende keer, tot bij, op goed geluk! En waar een piano waar Ja, geen plan deze keer. Conclusie van deze act was dus ook geen geluk. Dan krijgen we nu weer een liedje van Heidi, die piano kan spelen. Peter is er dit keer niet bij. En verder doet Marion ook doet haar steentje bijdragen. Is dat Nederlands? Ja. Ze zingen Devoted to You. Ik ben benieuwd of dat op mij betrekking heeft. Dacht het niet. Even kijken of de dames al klaar zijn. Dames. Ja, ze zijn klaar. Geef ze een hartelijk applaus. Heidi en Marion. Thank you.
never give you reasons to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can die because I'm so devoted to you. I never hurt you. If you were blue, through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can die because I'm so devoted to you. Licht. Kan het wat stiller in de zaal, want ach, zeurt al niet zo. In ieder geval, wij zijn nu in afwachting van een nou, dat ga ik ook nog niet verklappen eigenlijk. Ik heb geen plan bij me, maar dat heeft weer te maken met onze volgende halve act eigenlijk. Het gedicht is getiteld Dom Geboren. Dom geboren. Was ik maar dom geboren, dan hoefde ik me ook nergens aan te storen. Me nooit meer door die betonnen muur te boren. Dan blies ik ook niet meer zo hoog van de toren. Nooit het gevoel dat ik iets had verloren. Mijn modale vrouw haalde boodschappen en een half vol koren. Ik zag van achter een beugel bier het Nederlands elftal scoren. Dan hield ik van Anita's en motoren. En had me waarschijnlijk niet geschoren. Ik had altijd gemakkelijk de wind van voren. Dan was ik waarschijnlijk ook niet een van de presentatoren. En hoefden jullie dit belachelijke gedicht ook niet aan te horen. Ja. 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 Ja, ik moet nu de tijd volpraten. Dan kan ik dat wel, maar met zo'n publiek. Oh ja. Ja, we zijn er klaar voor. Ik wil jullie een vriend van mij introduceren. Beetje een boertje, kan ik wel zeggen. Komt regelrecht van het platteland. En ja, ik kijk. Wij willen het gewoon hebben over. Nou ja, dat leg ik straks al uit. Ik wil jullie eerst hebben over Gerrit. En Gerrit komt van de boerderie. Hoi. 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 Hoe is het ermee, joh? Goed. Oké, ik zal jullie niet. Dat komt nu in de categorie. Dialecten. Ik moet even de blaadjes goed leggen. We zullen nu bewijzen dat de Twents gewoon een hele beknopte taal is waarmee je met heel weinig woorden belachelijk veel kunt zeggen. Ik zal dat demonstreren aan de hand van. Van hem. Hij leest een woord voor en ik zal het omschrijven. Kamerad! Kennis of een persoon waarmee je op een vriendschappelijke voet staat. Huh? Mag ik? Moet een beetje op hetzelfde niveau blijven. Tuffel! Aardappel. Kutteken. Ja. Ja, weet ik wel. Kutteken! Inkhoorn. Nego! Spijker! Puk! Sigaret! Doe eens los! Doe eens even open! Dat doet me niks! Ik kan niet zeggen dat het op mij persoonlijk enig effect heeft.
als hij denkt dat dat zo is, dan ben hij nog dommer als de achterhoofd van het ver... Nee hoor! Wat? Ja, dat woord ken ik zo niet, joh. Idioot. Hou de bek maar, idioot. Rustig. Tafelmanier heeft hij ook al niet. Amma! Schiet eens even op. Moe koe de kop verboon. Zeg, wil je daar eens even mee ophouden? Ja! Daar ben ik het nou helemaal mee eens. Wat mooi. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Zoek, joh. Kan toevertellen. Het was bijzonder gezellig. Ik heb het niet begrepen. Zou u het nog een keer willen uitleggen? Mijn brommeras, hè? Heb jij het hier ook zo warm? Saku is uit familie, steek de kerk aan druk. Ik vind je bijzonder leuk. Ik heb me doodlacht. Ik heb me erg goed vermaakt. Ah joh. Ah, dat kun je niet min. Dank u. Ja, dan wordt het nu... even applaus voor Gerrit. Gerrit gaat weer weg. Ja. Ja. Zeg maar dag, zeg maar dag. Dag. Oh ja, aju. Vul in met mijn rol. Halle de bek, mijn idioot. Gek. Loop niet lui altijd de boel zo te verstieren. Idioot. Ah, we gaan mooi verder met de volgende act, joh. Ik ben helemaal vergeten wie moet daar komen. Oh ja, nee. Wacht even. Oh ja, tuurlijk, ja. Ja, ik ga nu iets aankondigen. Ja, we hebben nu een heel leuk stel. Een drumstel. Let vooral op de symboliek, want het zwart en het wit. Danny Christian die komt laat na de pauze. Vooral het zwart en wit aan de ene kant van het podium en aan de andere kant van het podium. Dat symboliseert, die geeft eigenlijk het ritme van de maatschappij aan. Zo moet je dat eigenlijk zien. Daar leggen jullie nou nog niet om, maar dat zul je straks wel begrijpen. Ik vond vooral het middelste drumstel vind ik erg sterk. Hier zijn ze... Karel Joep en Pieter met, getrommeld, zal ik maar zeggen. We'll be right back.
proef en vol achterdocht verloopt, verbeteren. Wij willen ervoor zorgen dat er een wederzijds begrip ontstaat voor elkaars situatie. We doen dit door middel van een sprookje. Waarom een sprookje, zullen jullie misschien afvragen? We hebben gekozen voor een sprookje omdat deze toch zo'n mooie kunstuiting dreigt te verdwijnen in deze moderne samenleving, waarin als enige sprookjesfiguur Mario Bros nog optreedt. Now you're playing with power, portable power. Om jullie toch niet helemaal te vervelen, hebben we er een modern sprookje van gemaakt. Als straks het doek opengaat, belanden jullie in een sprookjesbos. Het Jacobos. In dat moderne sprookjesbos leven alle klassieke sprookjesfiguren, maar dan in moderne uitvoering. Deze figuren willen op vrijdagavond, net zoals jullie, ook wel eens naar een disco. Ze gaan dan naar een discotheek, laten we de Disco La Conga noemen. En in die discotheek zullen wij de avonturen van Repelsteeltje volgen. Laten we de band starten, het doek opengooien en wachten op Repelsteeltje. And now for something completely different. De eerste die mij Tepelstreeltje noemt, is gigantisch aan de beurt. Tepelstreeltje ging dus niet zo lang geleden ook naar La Conga. Toen hij bij de ingang kwam, zag hij de portier. Niet wetende dat dat de portier was. De portier zei, wie denk je dat ik ben? Oei, dat begint slecht, dacht Repelsteeltje. Repelsteeltje stotterde wat. En de portier vroeg, hoe oud ben jij? Dit overviel Repelsteeltje, die nog niet helemaal droog achter de oren was. Nu dit wel het geval was, besloot Repelsteeltje het maar stoer aan te pakken. Mogen wij verboden? Deze ferme taal leverde hem een pak slaag en een drinkkaart op. Hij snapte er niets van. Verbaasd borg hij de drinkkaart in zijn broekzak op en vervolgde zijn reeds ingezette zoektocht naar de garderobe. Hij had wel geen jas, maar het hoorde nu één keer zo dat je na binnenkomst naar de garderobe gaat. Dat had hij gelezen. Op weg naar de garderobe groette hij de heer Timpene. Dag meneer Timpene. Na zijn jas te hebben afgegeven, bracht hij een bezoek aan het toilet. Dag meneer Timpene. Die kom je ook overal tegen. Op school, in de disco, op de wc. Noem maar op, dacht Repelsteeltje. Na zijn Repelsteeltje te hebben uitgeschud. Ja? Ja, ik heb eens uitgeschud. Ja, Michel, hè? Maar goed. Oh ja. Al schud je je steeltje nog zo kloek, de laatste druppel verdwijnt toch wel in je broek. Dus na zijn steeltje te hebben uitgeschud, zocht Repelsteeltje een strategisch plekje aan de bar. Al snel zag hij dat de bezoekers in verschillende categorieën zijn in te delen. Je hebt de snollen. Dat zijn die meisjes die er elke week zijn en altijd interessant gevonden willen worden. Natuurlijk de macho's. Mannen die cool berekenend hun slachtoffer willen ontdooien. Yo. Verder de stiekeme genieters die al, vaak met jas aan, geilend langs de dansvloer staan, maar niet in staat zijn iets te ondernemen. Wat, dat is niet stoer! En dan heb je natuurlijk de ik heb al een vriend en dat moet iedereen weten categorie. Zijn diegenen die als je ze aanspreekt beginnen te vertellen over hun vriend. Ik ben met mijn vriend! En dit maar al te graag zichtbaar willen maken door klef en bef gedrag. Ook heb je de spontano's.
Ze doen alsof ze iedereen kennen, maar zelf worden ze door niemand gekend. En dan heb je als laatste de uitslovers. Ze kennen alle Hammer en Michael Jackson bewegingen en proberen dat te laten zien. Oh nee, het waren niet de laatste. En tenslotte de overblijvers. Zij staan de hele avond op dezelfde manier, op dezelfde plek, dezelfde bewegingen te maken. Zij zijn met 35 jaar nog vrijgezel. Repelsteeltje was er nog maar een paar minuten, maar had al heel wat mensenkennis opgedaan. Hij ontdekte zelfs een nieuwe categorie. De Lonely Barkruk Boys. Over deze categorie valt niets te zeggen, omdat ze niets doen, niets ondernemen en alleen maar gefrustreerd voor zich uit zitten te geilen van achter een 7-up zien alsof bitterlemmen. Repelsteeltje wist maar al te goed in welke categorie hij thuis hoorde. Het is een barkruk. Dat wordt weer rukken, dacht Repelsteeltje. Maar goed dat ik Klein Duimpje niet ben, zag hij het enige positieve van zijn situatie nog in. Deze werd zo genoemd omdat de andere 9 vingers zo groot waren. Repelsteeltje besefte dat hij iets moest doen. Maar wat? Nu Cupido aan het trainen was voor de Olympische Spelen het onderdeel boogschieten, bleef er maar 1 persoon over die hem kon helpen. De verteller. Dit was een pedagogisch en psychologisch goed onderbouwd persoon en wijs man. Hé, dat ben ik zelf. Repelsteeltje, zal ik je helpen? Repelsteeltje, zal ik je helpen? Ik heb geen probleem. Ik ben niet gefrustreerd. Maar wat moet ik doen? Jij moet aan de vrouw. Ik heb? Ja. Oh. Maar wat moet ik precies doen dan? Hoe doet dat dan? Ik zal jou de basisregels van het inpakken van een vrouw bijbrengen. Laten we bij het begin beginnen. Zo heeft Adam Eva ook ontmoet. Oh. Allereerst zoekt men een geschikte locatie. En die heb je reeds gevonden. Ja? Ja. Oh. Ja, discotheek, daar komen veel vrouwen. Oh, vind ik wel goed voor mezelf. Je hebt nu 2 strategieën. Strategie 1. Je stapt als een dronken vent op iedere vrouw in je buurt af en probeert een gesprek aan te knopen. Of strategie 2. Je zoekt rustig je slachtoffer uit en probeert daarna met haar in contact te komen. Laten we eerst jouw strategie eens bepalen. Aan welke eisen, eigenschappen en lichamelijke kenmerken moet de vrouw volgens jou voldoen? Oh, als het maar gaat is het. Ho, Repelsteeltje. Dat gaat zomaar niet. AIDS betekent, dit is een modern sprookje. En AIDS betekent niet voor niets AIDS in de sprookjes. Oh. Even nadenken. Ja? Duurt even. Heb je wel wat bij je? Ja, geld en mijn Repelsteeltje. Nou, Repelsteeltje, een beetje meer respect voor de andere seksen zou geen kwaad kunnen. Oh. Maar ik denk dat strategie 1 voor jou wel het beste is. Ja? Goed. Ah, goed joh. De volgende logische stap na slachtofferbepaling is dan het aanspreken. Oh ja. Wat zeg je om die betonnen muur die jou en haar scheidt, die betonnen muur, om die te slechten? Ich bin ein Berliner. Ja. Nee, Repelsteeltje, daar snappen ze niks van. Wat zeg je om diep in haar privégebiedje door te dringen? Sesam, open nu. Hij is een sprookje. Repelsteeltje, een beetje netjes. Oh. Wat zeg je om contact te leggen? En dan bedoel ik iets anders dan het afgezaagde. Ken ik jou niet ergens van? Ken jij mij niet ergens van? Heel goed, Repelsteeltje. Ja, je leert het wel, denk ik. Oh ja. Dan gaan we het nu in praktijk brengen. Ik geloof dat Sneeuwwitje wel een oogje op jou heeft. Oh, je bedoelt... Nee. Nee, dat is door een roosje. Die zich door elke verdwaalde prins laat pakken en zich inmiddels ontpopt als de sneeuw van het Jacobos. Zover ben je nog niet. Hier volgen een aantal handige tips. Oh. Kom ze maar even halen. Knip. Veel succes. Dank je.
En zo baande repelsteeltje zich door de menigte naar Sneeuwwitje. Het zweet stond op zijn voorhoofd, zijn hart bonste en het klopte ook. Nu was er geen weg meer terug. Oh, wat keek hij tegen haar op. Als een zoon tegen zijn vader, als een dochter tegen zijn moeder. Haar moeder, sorry. Doe even opnieuw. Oh, wat keek hij tegen haar op. Ja, als een zoon tegen zijn vader, als een dochter tegen haar moeder, als timpener tegen zijn leerlingen. Hoe kon hij deze schoonheid in godsnaam aanspreken? Ben jij niet Annette uit Goede Tijden, Slechte Tijden? Nee, ik speelde in die Walt Disney film. Oh, je hebt wel iets weg van Bambi. Het was wel duidelijk dat Sneeuwwitje geen kabel had. Dat was een ijsbreker. Nu het gesprek op gang zien te houden. Diep nadenken dacht Repelsteeltje na over onderwerpen, want een pijnlijke stilte had zich ingezet. Hij dacht na hoe het gesprek voor te zetten. Onderwerpen als... Zit je nog op school? Wat vind je van vrede in het Midden-Oosten? Ben je nog op vakantie geweest? Vind je Hans van der Tocht ook zo'n lul? Schoten door zijn hoofd. Hij koos voor de neutraalste oplossing, dus vroeg hij aan Sneeuwwitje... Zeg, Sneeuwwitje, hoe heet je eigenlijk? Dit was een psychologisch zeer sterke vraag. Want als Sneeuwwitje dezezelfde vraag niet terugstelt, weet je direct waar je aan toe bent. Essenpoester, zei Sneeuwwitje. Hier deed zich een probleem voor. Maar omdat Repelsteeltje nog niet in de fase is beland dat hij selectief kan zijn, maakt het hem niet zoveel uit. Het verschil tussen Essenpoester en Sneeuwwitje is ook niet zo groot. Behalve dan dat Sneeuwwitje aan elke vinger een dwerg heeft zitten. Om deze opmerking te maken, heeft Sneeuwwitje er 3 vingers af laten hakken. Hiervoor wil ik haar bedanken. Assepoester. Wat doe jij nou zoal door de week? Ik werk voor een schoonmaakbedrijf. Ja, dat is natuurlijk logisch. Assepoester, schoonmaakbedrijf. Ja. En in het weekend, wat doe je bijvoorbeeld in het weekend? In het weekend heet ik Candy. 50 cent per minuut. De preutse Repelsteeltje begreep deze laatste opmerking niet helemaal. Alleen dat hij nu voor 6 gulden had verluld. Zaak is om nu na een melige stemming te hebben gecreëerd, het gesprek in serieuze vaarwater te brengen. Een romantische zin zou daarom uitkomst bieden. Repelsteeltje was al zodanig gevorderd dat hij haar naam mocht afkorten. Zeg, As. Assie. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Maak jezelf niet van kant, maar vind je wel heel charmant. Nu kwam het erop aan. Hoe zou Assepoester reageren? Zeg, wanneer haal je dat schoentje nou eens tevoorschijn? Jij bent toch die prins waar ik al uren op wacht? Ja, dat klopt. Tuurlijk, stop. God, heb jij grote poten, zeg. Goed, nu zullen jullie je misschien afvragen hoe dit sprookje tot een einde is gekomen. En dat zal mij ook benieuwen, want als verteller heb je ook weinig in te brengen in zo'n verhaal. En dan moet je ook nog wachten op een of andere hoofdfiguur dat zich moet omkleden. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat sprookje afloopt. Jullie natuurlijk ook. Maar ja, het duurt nog even. Want ja, hij is nog steeds niet klaar. Zeg, hoe lang heb je nog nodig, jongeman? Goed, nadat Repelsteeltje aan Assepoester voorstelde om te kijken of het buiten sneeuwde, het was hartje zomer, kwam het, hoe kan het ook anders, tot een kus. Plotseling veranderde Repelsteeltje in een kikker. En Assepoester in Roodkapje, die zich als een echte feministe had opgewerkt in de Rode Vrouwbeweging en alles aantrekkelijk vond, behalve mannen en Repelsteeltje. Later zou de kikker, alias Repelsteeltje, nog een leuke baan bij de Muppets krijgen, als requisiet. Wat dat is, vraag maar aan Gijs Onee, onze manager. In ieder geval, zie je een kikker met een groen hoedje en rode veer,
trap hem dan rustig een van zijn ledematen van zijn groene lijfje. Want dat is de enige manier om hem terug te laten keren tot zijn oorspronkelijke persoon. Klein Duimpje. En zo leefde Klein Duimpje nog lang. Heel erg lang. En dan is het nu pauze.
tijger. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Yeah.
Nog één nummer. Tell your story about a woman I know. She comes to loving and she steals the show. She is exactly pretty and exactly small. 192966, you can see she's got it zijn ook op cd te krijgen en de opbrengst gaat naar de Poolse hartpatiëntjes. Maar laat die Poolse hartpatiëntjes dit niet horen, want een chirurg kan veel, maar er is geen hout meer aan dan. Goed, dan heb ik een paar mededelingen. Iedereen moet weer gaan zitten. Ja, klinkt lullig. Hey, mensen moeten weer gaan zitten in de zaal, dan ziet de rest niks. Ik wil wel denken, wat staat hier nou te lullen op dat podium? Moet ik naar hem luisteren, maar ik kreeg dat ook net door. En verder, er mag niet gerookt worden in de zaal. Ja. Voor zover ik dat kan controleren. Goed, ze zijn hierachter nog even bezig met het afbreken van de band. Maar zometeen krijgen we een fantastische act. Ze wilden eigenlijk geen speciale aankondiging. Dus hebben we heel lang gewacht. Met maken van de tekst, maar volgens mij hebben ze nog iets goed te maken met de school. Of ze leven in onmin met de school.
zullen we zo meteen horen. Het is niet echt zingen. Je kan het rappen noemen, maar ja, dat is weer een belediging. Maar volgens mij is het gewoon een fantastische bluesact. En heel origineel in elkaar gezet. Het speelt zich af in een donkerbruin café. Biertje erbij. Pianomuziekje. Nou, ik zou zeggen, heb nog heel even geduld. En geniet daarna van de bluesact. Oké. Ja, praten over die goede ruige Jacobustijd. Die ruige feesten, live muziek, goede band, muziekers, dans, drank, vriendschap. Die goede feesten van weleer. Die zijn er niet meer. Ja, dat waren goede tijden. Hey, school, school, luister eens, hoor je me wel? Ach, laat maar, je hebt toch maar gewoon een blok beton voor je kop. We hebben nog maar één feest gehad dit jaar. En dat was die open dag begin januari. Een mooi, zo'n plastic naambord daar voor de school. Geboende vloeren. Leraren. Zo vrolijk. We gaan met het lot van ieder die maar wil. Maar dat was geen feest, dat was een gemaskerd bal. En daar houden wij niet van. We houden hier van Capsone, ze willen gewoon feest. Gewoon een eenvoudig feest. Oké, die plays die waren gewoon helemaal kapot. Die deur die lacht er ook gewoon helemaal uit. En er waren mensen die waren zo dronken als een beer. Maar wat heb jij nog gedaan om die feesten tot een succes te maken? Is het toch liever met je vrouw, je kinderen en de schoonmoeder? Hè? Lekker Linda de Mol te kijken? Is er zoveel gevraagd? Nee, school, toffe peer, je wordt hartstikke bedankt. Gewoon met peer, Kilo Utrecht Tango.
Ik heb een nieuw staandetje. Goed. Er komt nu een gedicht, want jullie zien de plant weer. Altijd als ik jou zie, krijgt het leven weer zin. Iedere keer met jou een nieuw begin. Want samen met jou heb ik me nog nooit verveeld. Wat moest ik zonder jou beginnen, o lief spiegelbeeld. Gaat het? Hij is nog zwaar, hè, of niet? Goed, jongens, de 3D-brilletjes kunnen nu weer opgezet worden. Want we krijgen nu een dansje op muziek van Janet Jackson. Ja, ik ken haar broer nog. Jermaine. In ieder geval, van deze act kunnen we zeggen, synchroner deze act. Wat synchroon is, dat vraagt maar de heer Vermeer. Overigens trouwfan van Piet Paaltjes. Wie Piet Paaltjes is, nou ja, dat vraagt me weer aan de heer Vermeer. In ieder geval, deze act wordt verzorgd door Yvonne in Sharmila, mooie naam. Exotische naam, volgens mij. Hier zijn ze met een dansact op muziek van Janet Jackson.